Hallo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Vander Vlog. Ik heb net mijn kleine neefje uit school opgehaald. En wat gaan we doen vandaag? Vloggen. En waar gaan we dat doen? Weet je het nog? Nee. Avifauna. Kom, stap in de auto. Okay. Let's go. Jij belde mij laatst op. Want je zei van nou Leo, ik vind die vlog vind ik heel erg leuk, maar... Het moet wel kindvriendelijk zijn. Inderdaad. Dat gaan we vandaag uitzoeken, hoe kindvriendelijk is Van der Valk. Kom, we gaan naar binnen. Ik ben benieuwd. De familiekamer. Het zijn gewoon meerdere verdiepingen. Laten we boven even een kijkje nemen dan. Badkamer, prima. Het is jammer dat je morgen naar school moet, Vent. En even zien, je kijkt hier dan uit zo op de speeltuin. Die kant. Ik zag ook vanuit die familiekamer dat we ook ergens kunnen springen. Ik voel me weer helemaal kind hier. Oh, de camera. Durf je dat aan? We zijn er bijna. Zo, nu zijn we er. Hoger kunnen we niet. Op naar het groene hart. Wij moeten dus kijken welke vogels waarbij horen. Moet je eens kijken naar die gans die hier links in het water zit. Witte pauw. Een zwarte ooievaar. Zie je rode snavel, zie je die? Ik heb gehoord dat wij hier papegaaien kunnen voeren. Super tof. Meneer Daniel, het was mij een genoegen om jou mee te nemen. Wat ontzettend leuk. Antwoord op de vraag, is Van der Valk kidsproof? Ja, ik vond het zeker kidsproof. Ja? Heel erg mooi. Nu mijn neefje Daniel weg is, is het voor mij ook tijd om eens even een hapje te eten. Nou, en dat doen we in het à la carte restaurant Avifauna. Lekker. Dit hotel heeft ook een casino. Proost. Proost. Nou, en nadat ik nu een gokje heb gewaagd in het casino, ga ik nog even een borreltje doen aan de bar. En dan zit mijn dag er denk ik wel weer op. Een hele goede morgen en welkom bij dag 2 in Avifauna. Ik heb heerlijk geslapen en naast mij staat Joyce van der Valk. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Waar is het begonnen? In 1950. Avifauna was van familie Van der Brink. Zijn liefhebberij was vogels. De gemeente kwam naar hem toe om te vragen van, nou laten we eens kijken om het open te stellen. Dat is toen gebeurd. Dat was zo succesvol dat het echt gewoon heel erg druk was en dergelijke. Hebben ze een officiële vogelpark van gemaakt. Toen is dat dus overgenomen door Van der Valk? Ja, klopt helemaal. Ja, ja. En toen hebben ze eigenlijk het logo wat toen al bij familie Van der Brink het logo was zeg maar, van het park in 1950. Hebben ze eigenlijk de toekomst behouden voor alle Van der Valk hotels en restaurants als zijnde wat grappig. De toekomst.
We staan nu bij jouw fietsimperium, om het even zo te noemen. Valt wel mee, toch? Valt mee? Ja, ik denk dat fietsen bij heel Van der Valk hot is dus, en actueel. Dus wij doen daarin mee, uiteraard. Ik doe mijn hele leven al op de fiets zitten, vanaf de lagere school. En heel snel de racefiets. Heel veel op de wereld gezien met de fiets. Hele continenten doorgereden. Wij zitten in het Groene Hart, zoals je weet. We hebben hier nog fantastische polders om door te rijden. Allemaal mooie fietspaden, oude buurtschapjes, molens. Dat wil ik de mensen laten zien. Dat je niet naar Drenthe of de Veluwe hoeft om mooi te fietsen. Maar dat je eigenlijk hier in de Randstad in het Groene Hart moet zijn. Dus daarom ga ik vandaag een rondje fietsen met Martin van der Valk. Ga je? 5 minuten fietsen verder en je staat gewoon in het polderlandschap. Het is toch heerlijk, man, als het je achtertuin is. Ja, dat is prachtig. Laten we een stukje verder gaan fietsen. Oké. Okay. Het is elke dag genieten. Zonnetje erbij, koeien in de wei. Wat wil je nog meer? Ik ga zo meteen nog naar de vogeldemonstratie. En ik ben wel heel erg benieuwd wat ik daar ga zien. Volgens mij roofvogels en dat soort dingen. Dus daar ga ik nu heen. Super vet. De rust is wedergekeerd in Avifauna. Het is nu een uurtje of 5 's middags. Het park gaat over een uurtje dicht. Ik heb zo ontzettend veel gezien. Ik ben gisteren begonnen met mijn neefje Daniel. Even gekeken of Van der Valk kinderproof is. Nou, volgens mij is dat geslaagd met de speeltuin, de boot, de vogels. Nou, we hebben het ontzettend leuk gehad. Ik ben vandaag nog veel in het park geweest. Ik heb een vogeldemo gezien. Ik heb penguins gevoerd. Verder heb ik gezellig gefietst met Martin. Ik heb het casino gezien. Nou, het is echt allemaal te veel om me op te noemen. Het is voor mij ook tijd om lekker naar huis te gaan. Vind je het nou leuk om een dagje naar Avifauna te gaan? Of om een paar dagen te genieten? Dat kan hier. Alphen aan de Rijn is the place to be. Ik loop nog mijn laatste rondje door de tropenbossen hier. Voor nu, bedankt voor het kijken. En tot volgende week.